En de leerkrachtenbonden worden altijd overgeslagen bij het nemen van besluiten. Woorden van Bernice Baron, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, naar aanleiding van het bericht van het ministerie van Onderwijs dat het onderwijsproces per 21 februari wordt genormaliseerd. Ze zegt dat als het ministerie van Onderwijs goed communiceert, de leerkrachtenbonden ook adviezen kunnen voordragen. Het ministerie heeft aangegeven dat nu maximaal 28 leerlingen in een lokaal mogen. Echter zijn er volgens Baron grotere klassen. Toch is het niet dat we niet willing zijn, maar communiceer met ons. Toch? En dat zouden we dan ook misschien adviezen kunnen aankaarten van kijk, inderdaad, het is goed. Niet alle scholen, met name de RK-scholen, hebben dat probleem niet zozeer dat er grote groepen zijn. Maar vooral in Zuid heb je grote klassen, groter dan ongeveer 37. Als die kinderen de klassengrootte tot 24 kan gaan, wat doe je dan met de rest? Hoe ga je dat dan opvangen? Terwijl, ik had tenminste verwacht, je kan normaliseren, laat dit kwartaal dan voorbij gaan. En dan staat we het derde kwartaal, staat we dan met die normalisering, want daar heb je ook al je huiswerk heel goed gedaan, om te kijken van, hey, hoe gaan we dit opvangen met die groep van 24 of die groep die 37 leerlingen heeft. Laten we kijken hoe we dat dan zullen opvangen. Want dan gaat het ook oneerlijk zijn dat je een groep hebt die heel die voor is en een andere groep die echt wel gaat achterblijven, want de achterstand is heel groot. Het ministerie spreekt de verwachting uit dat leerkrachten en ondersteunend personeel zich laten vaccineren. Baron geeft aan dat veel leerkrachten die vallen onder de KOB niet zijn gevaccineerd en zich ook niet willen laten vaccineren. Dus ik snap bepaalde mensen die aangeven van kijk, al heb ik onderliggende ziektes, ik ben gevaccineerd of ik ben niet gevaccineerd, toch word ik ziek. Toch wil ik leerkrachten aanraden van kijk, je wordt ziek, maar misschien is het lichter. Toch als je gevaccineerd bent, wordt het lichter. Los van de mensen die onderliggende ziektes hebben. Ik kijk eigenlijk niet eens meer daarna van mensen kunnen het overdragen. Daar kijk ik niet meer naar, want het gaat blijven. Dus mensen hoeven niet te schrikken van ja, maar die kinderen, leerlingen kunnen het overdragen. You have to deal with it. Want COVID gaat niet meer weg. We moeten nu gaan kijken van hoe gaan wij ermee omgaan. Wat gaan we nu doen met die klassengrootte? En als het ministerie aangeeft 24 leerlingen in een klas, maar met behoud van de Mohana-regels, is niet waar. Want als je 24 leerlingen in een klas zet, heb je al één van de Mohana-regels vertrapt. Dat is de afstand van 1,5 meter. Toch, want daar kan je je niet meer aan houden, want onze klassen zijn niet zo groot. Ik hoor de minister vaak zeggen dat ze met leerkrachten gesproken heeft. Maar de minister vergeet dat niet alleen leerkrachten van openbare diensten zijn. Er zijn ook leerkrachten van de bijzondere diensten. Toch? En vaak worden die leerkrachten overgeslagen. Als je zegt dat je met leerkrachten praat, moet je duidelijk zijn met welke leerkrachten heb je gesproken. En twee, men wil teruggaan naar normalisering van de scholen per 21 februari. Is het ministerie of is de minister ook voor zichzelf nagegaan? Want nu als je naar het ministerie gaat, word je bij het loket aangesproken, gaat dat genormaliseerd zijn? Dat was dus Bernice Baron, ze is voorzitter van het KOB en ze vindt dat als het onderwijsproces genormaliseerd wordt, de overheid alles moet normaliseren.